Vorige week hadden we grote contrasten in het weerbeeld. Er waren droge en zonnige momenten, maar ook perioden met meer bewolking, regen en ook meer wind. Dus dat wisselvallige zomerweer vertaalt zich dan in de opbrengst van duurzame energie met iets minder zonne-energie dan normaal, maar wel gecompenseerd door een kleine toename aan de hoeveelheid windenergie. En ook deze week hebben we nog met dat wisselvallige zomerweer te maken. Zien we een heel vergelijkbaar plaatje. Iets minder zonne-energie en wel weer iets meer windenergie. Nou, de wind komt vooral tijdens de eerste helft van de week aan bod. En de zonuren gaan in de tweede helft van de week weer wat oplopen. Dus onder de streep gaat dat ongeveer elkaar opheffen. Nou, tijdens de eerste helft van de week hebben we dus nog met een stevige zuidwestenwind te maken. En met die windrichting worden ook geregeld gebieden met bewolking en regen aangevoerd. We zien hier de windvaantjes nog stevig doorblazen op woensdag. Maar vanaf woensdag vormt een beetje een overgangsmoment. Want tijdens de tweede helft van de week komen we echt in rustiger vaarwater. Minder wind, meer opklaringen en ook dus meer ruimte voor de zon. Nou, dinsdag is bij uitstek de dag met de meeste wind. Vooral op de Noordzee en in de kustgebieden een vrij krachtige tot zelfs harde wind. Daar draaien de windmolens op volle toeren. Maar ook in het binnenland zullen we merken dat er veel wind staat. Ook veel bewolking, dus de opbrengst van zonnepanelen zal dinsdag niet al te hoog zijn. Dat wordt woensdag al een stukje beter, komen er iets meer opklaringen voor. Maar we hebben nog steeds wel met die stevige zuidwestenwind te maken. Nou, vanaf donderdag gaat het weer dus een beetje omslaan. Donderdag in de kustgebieden wel nog redelijk wat wind. Maar we zien in het binnenland de hoeveelheid zonneschijn al toenemen. En vrijdag dan is het echt op en top zonnig met ook een stuk minder wind. Dus dan gaan de eigenaren van zonnepanelen echt weer een piekje in hun opbrengst meemaken. Nou, vooral aan het begin van de week dus nog veel wind. Dus draai je wasmachine als de wind waait. Dus vooral tijdens de eerste helft van de week.